Sinds 2009 broeden er weer kerkuilen op Texel. Deze prachtige uilensoort was sinds 1963 geen broedvogel meer op het eiland. Mede dankzij de inzet van de werkgroep Kerkuil Texel als onderdeel van de vogelwerkgroep is de kerkuil inmiddels weer een vaste broedvogel op Texel. De kerkuil is in geheel Nederland een schaarse broedvogel die meestal in gebouwen broedt. Tegenwoordig maken kerkuilen gretig gebruik van speciaal voor hen opgehangen nestkasten in rustige gebouwen. Ons groepje, de kerkuilenwerkgroep, en dat is een onderdeel van de vogelwerkgroep Texel, heeft hier nu ook weer een kerkuilenkast opgehangen. En dat is ongeveer, ik schat, de 40ste. En we zijn sinds 2 jaar bezig om meerdere kasten op te hangen, want sinds 2 jaar geleden zit op Texel een aantal broedparen en het afgelopen jaar waren er dat zelfs 3. Dus daar zijn we zeer content mee en ook had het tot gevolg dat er een aantal jongen uit zijn gekomen. We hebben nu verspreid over het hele eiland hebben we redelijk wat kasten hangen. Hooguit dat er op het oude land van Texel nog een aantal kasten erbij kunnen. En als er boeren zijn die ook graag een kast in hun schuur willen hebben, dan komen we langs, laten ze maar een belletje doen naar de vogelwerkgroep en het komt voor elkaar. We zijn met een man of 3, 4 zijn we hiermee bezig en het zijn soms halsbrekende toeren, want dan krijgen we stellingen van een meter of 7, 8 omhoog en de leeftijd wordt ook wat ouder, maar we houden het nog steeds vol. We zijn tevreden. De uilen, die moeten de rest doen. Vandaag zijn er weer 3 nestkasten bijgeplaatst. Deze hangen in rustige schuren en hopelijk worden deze weer snel bezet door deze prachtige uilensoort.